Nou, is Sinkgraven fit. Durf je, denk je dat hij dat aandurft om die op te stellen deze week? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, je zegt Russisch roulette. Ja. Ja, maar dat was namelijk, het is goed gegaan toen die Sinkgraven wegviel. Ja. Vanaf dat moment zijn ze ook gaan draaien. Zijn ze beter gaan draaien. Want toen kwam die viergever, die niet speelt trouwens. Ja. Die kwam links bek te staan. En die Riedewald deed het ook prima, vond ik. Maar wie stel jij nu op dan? Riedewald. Riedewald, toch? Ja, 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 dat is de man dan. Ja, maar ik vind Sinkgraven absoluut niet passen in dit team. Nee. Kijk, en dan kun je, iedereen in Nederland vindt Veldman minder dan TT. Maar daar denkt Bos anders over. Dus nou, dat mag Bos vinden. Maar dit is niet te verdedigen, Sinkgraven opstellen. Dat is absoluut niet te verdedigen. Nee. En Schöne is nu steeds de discussie, Schöne of Donny van der Beek? Ja, die speelt hij, Donny van der Beek. Of die Schöne speelt gewoon. Ja, moet je mee beginnen, ja. Ja, wat natuurlijk wel lekker is. Je weet dat Schöne nooit 90 minuten volmaakt. Hè. Na 60 minuten zit hij helemaal doorheen. Ja. En dan is die van der Beek is natuurlijk eigenlijk een versterking. Die geeft je elftal iedere keer gewoon een impuls. Dus volgens mij blijft hij daar gewoon ook aan vasthouden. Dan moet het nog wel nodig zijn tegen die tijd. Het moet niet zo zijn dat je dan al 2-0 achter staat natuurlijk, toch? Ja, dan heb je wel een impuls nodig. Hoor. Ja, dat weet ik wel, maar ik bedoel... Dan is het misschien al te laat. Nee, maar je gaat in de finale natuurlijk geen risico's nemen met gekke opstellingen. Nee. Kijk, iedereen is eraan gewend langzamerhand. Schöne speelt een uurtje en dan komt Van der Beek. Dan komt de jongen en dan wordt het alleen maar beter van. En dat is eigenlijk met Veldman precies hetzelfde. Want dan loopt hij weer bijna tegen een kaart aan of een rode kaart. En dan komt Tete en die redt de boel. Dus dat is natuurlijk ook wel lekker, toch? Als je dat op de bank hebt zitten. Dus ik begrijp het trouwens niet dat Bos, als je die twee ontleedt... dat Bos Veldman een betere back vindt dan Tete. Nee, daar begrijp ik niets van. Want aanvallend is hij niet beter, verdedigend is hij niet beter. Ik vind Tete fysiek beter. En Tete is al bij de koning geweest. Dat heeft Veldman nog niet gepresteerd. Nee, dat vertelde Ruud Gullit gisteren. Is hij bij de koning geweest? Hij was bij de koning geweest. Met Tette, zei hij. Met Tette ben ik bij de koning geweest.